Welkom in de transmissie waarbij we je pijnappelklier, medulla en DNA-activatie gaan doen, zodat je een betere verbinding hebt met je hogere zelf en hogere realms. Om een betere verbinding met je hogere zelf en je hogere realms te verkrijgen, is het dus belangrijk om je energiesysteem en communicatiekanalen te openen. Niet alleen de pijnappelklier is een belangrijk punt voor deze verbinding, ook de medulla mag geopend worden. Hou je pijnappelklier zuiver door bijvoorbeeld tandpasta te gebruiken zonder fluor. Want fluor mag dan misschien goed zijn voor je tanden, het zorgt ook voor de verkalking van je pijnappelklier. En door hiervan bewust te zijn, belast je jouw lichaam niet langer en open je letterlijk de poort voor duidelijkere communicatie met jouw lichtteam. Hiervoor gaan we in deze transmissie werken met de gouden en zilveren vlam. Verder activeren we ook de medulla chakra achter aan je hoofd door gebruik te maken van de groen-paarse straal. Het medulla chakra is verbonden met je derde oog en helpt om beelden en inzichten te ontvangen. Je zou het de vertaler van energie kunnen noemen, zodat de energetische boodschappen die je ontvangt vertaald worden in een voor jou begrijpbare taal. Wanneer je klaar bent om deze transmissie te ontvangen, dan kan je gaan liggen of zitten op een comfortabele, rustige plaats en sluit je ogen wanneer je klaar voor bent. Adem richting je buik. Bij elke uitademing laat je stress en spanning los. En adem je ontspanning en rust in. En laat alle afspraken, alle zorgen, alle to-do's los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in die ontspanning en rust. Kalmeer je gedachten en wees in het nu. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. En laat alles wat je niet langer meer nodig hebt wegstromen via jouw benen naar de aarde. Adem in en laat je buik boller worden. Adem uit via je mond. En doe dit zodat je in viertallen inademt. Hou dan even je adem vast gedurende drietallen. En blaas vervolgens zachtjes hoorbaar in viertallen weer uit. Ik vraag assistentie van je hogere zelf en je gidsen om jou bij te staan bij deze transmissie. Geef toestemming zodat ze jouw energieveld kunnen betreden. Aartsengel Metatron is aanwezig als aartsengel die dichtst bij de bron staat en verbonden is met het Christusbewustzijn, het hogere eenheidsbewustzijn. Diamantenbewustzijn. Visualiseer hoe aartsengel Metatron je grondingscode optimaliseert en aanpast aan je huidige energie. Er zijn op dit ogenblik 5 grondingscoden actief. 2 grondingscoden vertrekken vanuit je voetchakras, onder je voeten, naar de kristallen kern van de aarde. 1 grondingscode vertrekt vanuit je basischakra, de hoogte van je stuit. Een andere grondingscoord verbindt je hartchakra met de kern van de aarde. En een vijfde verbindt je pijnappelklier in het midden van je hoofd via een grondingscoord met de aarde. Aartsengel Metatron brengt je chakras op één lijn en optimaliseert waar nodig. De chakras die te veel openstaan worden kleiner. De chakras die gesloten zijn of te weinig voeding krijgen worden geopend. Ik vraag aartsengel Metatron om niet alleen de 7 hoofdchakras te transformeren naar optimaal, ook de 5 nieuwe hogere chakras worden geactiveerd en getransformeerd. En waar nodig mogen alle chakras geactiveerd en geopend worden. Aartsengel Metatron en je gidsen verbinden je energieveld met het 5D-grid van de aarde, zodat je mee kan liften op de hogere energieën die reeds beschikbaar zijn op aarde. Breng dan je aandacht naar de achterkant van je hoofd, ter hoogte van het zachtere gedeelte, net onder je schedel. Daar vind je het medulla chakra terug. Ik roep de groenpaarse straal aan. En laat de groenpaarse straal via het medulla chakra achter aan je hoofd binnenstromen. Geef toestemming aan de straal om deze chakra te activeren en te optimaliseren. En waar nodig, ontvang je healing
waarbij oude vastzittende energie wordt getransmuteerd. Hou dit even aan en geef de groen-paarse straal de tijd om zijn werk te doen. Laat de straal door je hoofd stromen en via je derde oog weer naar buiten komen. En hierbij laat de groen-paarse straal en beide chakras een groen-paarse vlam achter. Visualiseer een kleine groen-paarse vlam in je derde oog en in je medulla chakra. Deze vlam zorgt ervoor dat er zich geen negatief laagtrillende energie opnieuw vastzet in je chakra. De vlam zorgt ervoor dat de chakras open blijven, zodat je de boodschappen die je ontvangt op een zuivere manier kan begrijpen. Breng je aandacht naar de bovenkant van je hoofd ter hoogte van je kroonchakra. Via je kroonchakra brengt aardsengel Metatron de gouden energie in je lichtlichaam. Laat de gouden straal via je kroonchakra doorheen je lichaam bewegen. Alles op zijn weg transformeren en helen naar zijn oorspronkelijke blauwdruk. Wikkel je in de liefde van de energie van de gouden straal. Voel de eenheid. Voel de onvoorwaardelijke liefde die deze straal met zich meebrengt. Laat de gouden straal eindigen ter hoogte van je pijnappelklier en vraag de straal om daar te transformeren in een gouden vlam. Focus dan op je voeten en voel hoe ze jouw draagvlak zijn en je verbinden met de aarde. Je voeten dragen je energetische blauwdruk in zich, dus verzorg ze goed. Aardsengel Sandalfon brengt de zilveren energie via de zilveren straal tot net onder je voeten. Voel de zuiverende, eerder kille energie. Maak contact met de zilveren straal en geef toestemming om via jouw voeten omhoog te klimmen doorheen je volledige lichtlichaam. Vraag de zilveren straal om je volledige lichaam te vullen en zijn helende werking te gebruiken om cellen te openen die door ziekte, trauma of beschadiging zich gesloten hebben voor het universele licht van de bron. Laat de zilveren moederenergie jou voeden en opladen. En laat dan de zilveren straal eindigen ter hoogte van je pijnappelklier, waar ze transformeert in een zilveren vlam. En van zodra de gouden vlam en de zilveren vlam samen aanwezig zijn in je pijnappelklier, ontstaat een roterende beweging. De vlammen beginnen rond elkaar heen te spinnen. En deze beweging versnelt alsmaar tot ze volledig met elkaar verbonden zijn in eenheid. En hierdoor een diamantenkern vormen in je pijnappelklier. Je kan het zien als een bol energie van puur zuivere diamantenenergie. De aanwezigheid van deze energie ter hoogte van je pijnappelklier opent het portaal zodat je kan aanhaken aan het diamanten-eenheidsbewustzijn. Vanuit dit portaal, vanuit deze verbinding, kan je beroep doen op de diamantenenergie. Ik roep de diamantenstraal aan en vraag om alle strengen van je DNA te activeren en te transformeren naar optimaal. Laat dat gebeuren. Alles is goed. Aardsengel Metatron en aardsengel Sandalfon zorgen ervoor dat de gouden en zilveren energie in balans blijven, zodat je energiesysteem kan wennen aan de hogere energie van het diamantenbewustzijn.
Wees je bewust van de eenheid in jezelf en in je hart. Erken je grootsheid en kracht. Zie je leven vanuit de ogen in je hart. Spreek vanuit je hart en leef vanuit je hart. Eenmaal je lichtlichaam en fysieke lichaam gewoon is aan de hogere energie, dan geef je toestemming aan je hogere zelf om je grondingscode opnieuw aan te passen naar optimaal. Je energieveld wordt beschermd en opnieuw geoptimaliseerd. Zeg vervolgens 3 maal, ik ben gevolgd door uw naam. En kom dan volledig terug in het hier en nu. Terug in de ruimte waar je zit. Open je ogen als je er klaar voor bent. Uit dankbaarheid voor deze transmissie. Stuur licht en liefde naar de aarde en de lichtwezens die je bijstonden. Geniet nog van het vredige gevoel. Je bent geliefd. Namaste.